Ik ben in Amsterdam en ik sta voor de dansacademie van Lucia Martas. Hier is Kinderen voor Kinderen nu aan het repeteren. Ze weten nog van niks, dus ik ga ze verrassen. Kleine disclaimer vooraf. De afgelopen jaren heeft Kinderen voor Kinderen tientallen gouden platen, platina platen, nummer 1 hits, Heineken Musical uitverkocht. Noem het maar op, en Kinderen voor Kinderen heeft gedaan. Dus de vraag is even hoe erg ze onder de indruk zijn van zo'n YouTube Award. Maar we gaan het zien. Ja. Ik weet het al. Echt? Ik denk het wel. Ik denk van YouTube, omdat we 100.000 abonnees hebben. Hey, jullie weten dat Kinderen voor Kinderen heel lekker gaat op YouTube, toch? Ja! Dat zeggen we ook altijd aan het eind van de, vlog. En? Abonneren! Yes! En dat hebben ze massaal gedaan. En nu hebben we dit gekregen van YouTube. Als je een koptelefoon in hebt, doe hem nu heel even uit. Probeer eens 100.000 mensen voor te stellen. Dat is heel veel, ja. Het was heel niet veel. In de concertzaal. Nee. Wow, dat is echt heel, dat is echt gewoon... Ja, heel leuk. Ja. 100.000 abonnees hebben gehaald en dan ja, want je krijg je zo'n heel mooi schilderij. Van die grote mensen en die plaatsen dan zo, ja, we hebben het gehaald. Ja, en dan heb je het zelf gehaald, dat is echt super leuk. Echt, ik word helemaal gek. En nu op naar de miljoen, toch? Ja, dat duurt denk ik nog wel even. Oh. Oh?